Wat is eten en waar ga ik zo van lachen? Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag en ik ga nu mijn vlog editen. Als ik mijn MacBook heb. Found it. Dit is mijn zo'n mislukte ontbijtje. Mijn brood was beschimmeld. En de blauwe bessen waren op. Dus ik heb nu avocado, die eigenlijk ook niet heel erg lekker meer is. En ik heb ei, maar ik heb geen brood. En ook geen blauwe bessen voor een acai bowl of wat dan ook. Het is echt zo vies, het kan echt meteen de prullenbak in. Oké, ik ga naar mijn allerlaatste cryo-behandeling bij de Cryo & Spa Experience. Of nou ja, de allerlaatste in ieder geval van deze 10 keer. Hierna denk ik ook dat ik wel een mooie blog hierover kan schrijven. Dus dat volgt nog. Maar goed, ik ga eerst maar naar de WC. Ik ga dit keer weer eens met het OV, want met de auto de afgelopen keren, dat was geen succes. Echt niet doordat het zo lekker weer was. Het is gewoon een beetje te warm zelfs, dit jasje. Het is de laatste keer dat we ons Kiani Sunrise sapje gaan cheers doen. Cheers. Ook weer even lekker in de massage stoel. Eigenlijk de bedoeling dat ik ontspan, maar nu hang ik weer bij mijn armen in de lucht om te vloggen. Dus dat is niet heel handig. Wow, wat slecht licht hier zeg. Jezus, die TL-bruizen die doen niet echt veel goed voor me. Zoals ik het zie, moet ik nog 30 seconden. De laatste 30 seconden met min 196. En ik zou je wel voor willen stellen om andere lampen te gaan gebruiken, Roy. Want ik voel me echt heel lelijk als ik hier aan het vloggen ben met deze TL-bruizen. Het staat op de planning. Ja, echt? Ja, echt. Oh, oké, okay, gelukkig. Ik voelde me niet heel slecht over mezelf vanmorgen, maar nu... Oh, het is al voorbij. Oké, ik ben weer terug. Ik ben nog even langs de bijkorf geweest. En ik ben niet met lege handen naar buiten gaan. Vandaag is namelijk de sale begonnen. Ik heb deze broek gekocht van Levi's. Hij is in de aanbieding. Hij is nu met 30% korting. Allemaal hebben sinds januari, maar iedere keer dacht ik nee, nog even niet, nog even niet. Maar nu is hij dus 30% korting. En mijn broek, mijn andere boyfriend jeans, die heb ik gesloopt door betadine te dragen. En hij is helemaal uitgescheurd vorige week. En daarnaast heb ik een Bijenkorf creditcard. En daarmee spaar je punten in de Bijenkorf, maar ook buiten de Bijenkorf. En met die punten kun je dan weer kleding kopen in de Bijenkorf. En ik had nu zoveel punten. Ik had dus zoveel geld uitgegeven de laatste tijd. Dat ik die broek gratis kon halen. Dus hij was nu 76 euro. En voor mij was hij gratis. Omdat ik zoveel punten gespaard heb. Maar ja, als je een hotelkamer in Boston moet betalen in New York. En vliegtickets. Dan gaat het snel. Verder heb ik van het weekend allemaal dingen besteld bij Maison Scotch. Want daar was het 40% korting. En mijn pakketje is net geleverd bij een winkel hier in de buurt, dus die ga ik even ophalen. Het pakket was geleverd. En ik heb ook even een vis gehaald. Ik weet niet of je wat kunnen zien. Ik zie niet wat ik aan het filmen ben. Oké, wat zit er in mijn doos? Dat klonk echt super fout, sorry. Oké, we beginnen met een t-shirt. Dit shirt was afgeprijsd van... Er staan geen prijzen op. Volgens mij was deze nu 25 euro. Oh, so cute. Matcht ook wel leuk met mijn nieuwe broek, denk ik. Nummer 2 is dit shirt. Die is nu 30 euro. Volgens mij vanaf 50 euro afgeprijsd. Dus meestal als je 40% korting hebt, dat je van 50 naar 30 gaat. Vind ik ook heel leuk. Dit is een size 2. Net als het andere trouwens. Iets wat voor vandaag heel te warm is. Dit jasje. Dan 180 voor 110 volgens mij. Oké. Dit is het jasje. Je kunt deze ook binnenstebuiten dragen. Althans, dat is mij verteld. Ja, dit is heel leuk vind ik. Alleen het is nu echt veel te warm. Wat vinden jullie van dit jasje? Is deze 110 euro waard? Wat wel heel handig is, is dat je als je bijvoorbeeld... op reis gaat en weinig mee kunt nemen, dan kun je hem de ene dag zo dragen en de andere dag zo. Dan heb je twee keer een andere outfit. Dus eigenlijk is hij dan maar 55 euro. Want hij is 110 euro nu. En als je twee jassen voor die dat geld hebt, is hij 55 euro. Ja. Oké, okay. Hier moet ik wel even over nadenken, want ik vind het wel een groot bedrag. Maar hij is wel leuk. Die kant is ook leuk.
het nu even uitkleden en ik ga ook deze broek weer uittrekken en een korte broek aantrekken, want mijn wond op mijn knie moet genezen en dat kan niet in een lange broek. Ik ben echt kibbeling verslaafd. Ik heb een pakket. En het klinkt alsof er glaswerk in zit, dus misschien moet ik er niet zo mee schudden. Woe! Wat is eten en waar ga ik zo van lachen? Jullie hebben 5 seconden om erover na te denken. 5, 4, 3, 2, 1. Oreo. Een Oreo mok. Crispy and thin. Chocolate crispy and thin. 2 stick. Want die had ik nog niet. Top dit. Ik heb mijn eerste rolletje Oreo's al erop. Het shirt echt super leuk. Ik heb net meteen het kaartje afgetrokken. Ja, wat staat er eigenlijk? Libre cum laude. Vrijheid is kunst. Mijn beste Frans. Dit is echt zo fantastisch. Roos, waar ben je als ik je nodig heb? Het is inmiddels 6:30 en ik heb de hele middag lekker gewerkt. En een beetje opgeruimd. En een beetje Oreo's gegeten, maar dat heb je net al kunnen zien. Ik ga zomaar eens eten maken. Alleen het enige wat ik in huis heb is weer die pasta. En die heb ik gisteren ook al op. Dus ja. Er kan er wel wat mozzarella bij doen dit keer. Ik hoop dat jullie mij en mijn... kant-en-klare pasta van de Albert Heijn, die ik nu voor de tweede dag op rij eet, willen vergeven. Ik heb weer een hele grote bak mango en daar heb ik zoveel zin in. Oké, niet gepland, maar ik ga toch even hardlopen. Het is inmiddels 8:00. Ik ga niet te lang morgen een inspanningstest doen. Als ik vandaag mezelf helemaal kapot loop, dan gaat het morgen vast niet goed. Dus ik ga nu even lopen. Het is namelijk echt te lekker weer moeten gaan. Ik ben weer terug. Ik heb 4 kilometer gelopen met een pace van 5:06. Het ging niet echt lekker. Mijn heup doet best wel pijn. Ik denk dat het van het vallen is. Ik hoop dat het snel weg is. Maar we gaan het zien. Morgen naar de fysio. Ja, ik ga nu even planken. Met een kussentje. Dat ging gisteren wel oké. Volgens mij kun je ook echt enorme spierpijn krijgen van vallen. Althans, ik denk dat ik spierpijn heb van het vallen. Mijn rug. Mijn armen. Alles doet pijn. Oh, ik ben weer zo lekker optimistisch. Goed, douchen. Oké, tijd voor dit boek. De edele kunst van not giving a fuck. De tegendraads aanpak voor een goed leven van Mark Manson. Ik ben heel benieuwd. Dit is best wel een goed boek. Maar ik heb wel het gevoel dat ik straks in slaap ga vallen. Dus ik ga vast afscheid nemen van jullie. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer.